Bij de Albert Heijn moeten alle vers producten uit het magazijn worden weggegooid. Hier woedde het vuur op de parkeerplaats achter de Albert Heijn aan de Groene Straat. De brand werd snel geblust, maar de rookschade bij de supermarkt en vooral ook bij de naastgelegen Eco Plaza is enorm. De vlammen gingen tegen de gevel van de winkel omhoog en vernielden de koelingsinstallatie. U kunt, als op het beeld kan komen, kunt u even kijken. Alle koelmotoren die zijn voor de koelingen zijn allemaal verbrand. Al het gas is er waarschijnlijk uitgelopen. De elektroleidingen zijn kapot gegaan. Voorlopig kunnen we even niks meer. Ook de stoppenkast is gesmolten door de vlammen. Vandaag hielden beide winkels de deuren dicht. Hoe de brand is veroorzaakt is niet bekend, maar buurtbewoners hebben wel twee jongens zien weglopen bij de brandende container. Wat zou u tegen die jongens willen zeggen? Ja, die moeten gewoon heropgevoed worden bij wijze van spreken. Want dat is een schade, het loopt in de tonnen waarschijnlijk. Ook bij Albert Heijn is ook veel rookschade. Die moet allemaal vernieuwd worden, ja. De politie onderzoekt de zaak.